Schokkende beelden van een man die deze kat doodslaat hier in de straat achter mij. Wij willen weten wie het is. Het is de nachtmerrie van iedere diereneigenaar. Je huisdier verliezen door een brute mishandeling met de dood tot gevolg. Help jij ons de verdachte te vinden? Het is 10 februari en vlak na 22:30 s'avonds als de verdachte aankomt lopen op de kruising bij de Hemoniestraat en de Tweede Jan van de Heidestraat. Een nietsvermoedende en zeer geliefde kat zit op dat moment nog hier, achter mij, op dit elektriciteitskastje. Wat de man bezielt is niet duidelijk, maar enkele tellen later grijpt hij de kat, pakt deze bij zijn achterpoten en slaat deze met volle kracht tegen de grond. We stoppen hier met het tonen van de beelden, want ze zijn echt heel naar en zeer schokkend om te zien. De kat ligt hier spartelend op de grond en wordt vervolgens nog hard tegen haar lijfje geschopt. Het arme dier vliegt vervolgens nog een meter door de lucht en landt hier tegen de plantenbak. Als de eigenaresse van de kat even later naar buiten loopt, treft ze haar kat hier dood aan. Het spreekt voor zich dat het volstrekt onacceptabel is wat hier is gebeurd. De politie is daarom dan ook een onderzoek gestart om de verdachte op te sporen. Misschien herkent u de verdachte uit de omgeving of herinnert u zich iets van deze bewuste avond. Kijkt u daarom nogmaals goed naar de volgende beelden. In het bijzonder richten we ons ook nog op een mogelijke getuige die de verdachte heeft gesproken tijdens het incident. Heeft u meer informatie? Meld het dan bij de politie.